Een hele goede dag YouTube. Mijn naam is Jonah Bazelier. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe box die we vandaag gaan kraken. Een hack the box box genaamd Admirer. Dat krijg ik niet lekker uit mijn strot. Admirer. Admirer. Maakt niet uit. Um, in ieder geval aanbidder. Um, dat laat het plaatje ook zien. Um, het is een easy-box. Het is een Linux-box. Uh, 20 punten waard. Um, een box die, waar ik. Uh, ...relatief snel doorheen was, uh, maar op een aantal punten ook wel toch wel lastig uh, 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 was. Er waren best wel een paar punten waar ik toch eventjes vast zat... ...en wat verder moest kijken dan mijn neuslak was. Uh, nou goed, we gaan, uh, we gaan uh, deze box doorlopen. Uh, ik hoop het binnen een uurtje te kunnen doen, deze video. We moeten wel een aantal stapjes uh, nemen om tot het eindpunt te komen. Uh, voordat we beginnen aan de Admirer box, wil ik jullie vragen... ...om in ieder geval eventjes de linkjes te checken die beneden in de description staan... Waaronder mijn uh, uh, Twitch-account. Um, mocht je me een keertje echt willen zien uh, Struggelen met een box, dan moet je zeker mijn stream uh, volgen. Um, want daarop speel ik de box zelf voor het eerst. Um, verder vind je de link naar mijn website. Neem gerust een kijkje. En de link naar de Discord-server. Waar we als security uh, uh, professionals, gelijkgestemde, uh, vaak leuke discussies hebben. En heb je een vraag? Nou, je bent van harte welkom. Um, dat waren de links Laten we Admirer gaan spelen En wat we doen Zoals altijd um, Een Nmap scan op het IP adres 10.10.10.1.8.7 En die Nmap scan heb ik gedraaid Is een standaard scan Op de eerste 1000 poorten Ehm um, met een default script tag en een enumeration van de versies tag, een verbose output en vervolgens de output ook nog eens weggeschreven in alle drie de formaten die Nmap biedt um, op mijn uh, desktop. Omdat dat altijd mijn werk directory is. En pas als ik klaar ben, ik alle bestanden netjes uh, bewaar in de uh, goed genaamde uh, folders. Wat zien we? We zien dat de scripts niet heel veel hebben gevonden. En we zien een aantal open poorten staan, waaronder FTP. Uh, welke niet open is, anders had het erbij gestaan. Uh, 22 SSH, want omdat we nog geen credentials hebben, kunnen we daar nog niet zo heel veel mee. Dus het enige aanknopingspunt wat um, uh, Waar we logischerwijs moeten starten: dat is poort 80, ofwel de webserver. Laten we. Dit scherm schoonmaken en de webserver bezoeken. En wat vinden we hier? We vinden hier een website. Dat um, is een coole website. Um, kunstig ingestoken. Aantal plaatjes. Even kijken: Admirer of Skills and Visuals. En met wie hebben we te maken? Uh, skills are not to be viewed. But I feel inspired by visual arts and music are here to take care of your soul. Uh, geen namen. Misschien bij About. Nee, dit is About. Dit uh, is het. Misschien kunnen we iets uh, uh, in het contactformulier plaatsen. En het is wel een formulier dat verzonden wordt. We krijgen geen tegenbericht. En ik ga er maar even vanuit dat het verzonden is. Um, de sublinks laten een grote versie zien van de kleine afbeelding waarop geklikt wordt. En volgens mij is dat bij elke foto hetzelfde. We kunnen kijken of dat we nog wat tips vinden in uh, de omschrijvingen die daarbij staan. Some theories need to be proven. Maar als ik ze zo snel even doorloop, dan zie ik hier geen uh, tips bij staan die ons kunnen helpen met het kraken van deze box. Ik zie geen namen, ik zie geen wachtwoorden, ik zie geen machines. Ik zie uh, helemaal niks interessants, ook op de afbeelding zelf niet. En volgens mij zijn we er nu ondertussen wel doorheen. Dat was het eigenlijk voor deze website. Um, goede check altijd is om de broncode te controleren. Multiverse bij HTML5Up. HTML5Up.net. Uh, kan mogelijk interessant zijn. Wat zien we nog meer? Interessante comments of aanknopingspunten uh, over het systeem wat gebruikt wordt. Contactformulier is still under development, dus had geen enkele nut, denk ik zo. Kunnen we nog iets interessants halen uit het JavaScript? Multiverse HTML5, oké. Okay. Misschien interessant om daar even te kijken. Make Spiffy HTML5 Site template En ik geloof helemaal dat een template van HTML5 heb gebruikt is voor deze Admirant box Ziet er goed uit, kan er alleen niet zoveel mee. Dus um, wat dan misschien interessant is om eens te kijken of robots... Ro robots. Dot txt, iets laat zien. This folder contains personal content and creds, so no one, not even robots, should see it. Waldo. En dit is wel interessant, want we hebben een naam en we hebben een disallowed directory. Um, dus laten we eens een notes bestandje maken om wat dingen in op te slaan. Um, potential Usernames, Waldo. En directories. Directories. Is de admin directory. Met een beetje mazzel komen we op een admin directory. Maar um, toch de deur tegen ons neus aan, want het is een forbidden directory. Um, Nu kunnen we denk ik een aantal dingen proberen. Misschien dat hier nog een robot bestand in zit. Ik weet niet wat ik met robot heb, maar het is een robot. Die zit hier niet. Um, dus het, de logische vervolgstap is wellicht om uh, GoBuster erop los te laten. Zodat GoBuster geautomatiseerd kan kijken of er nog directories of bestanden. Um, Um, achter de admin deer zitten en daarvoor gebruiken we GoBuster met als uh, URL volgens mij had ik hier onder de kopieknop zitten het is HTTP met als wordlist um, user share wordlists Dirbuster, Directory. Was het 2, 3 medium? Ja. En misschien is het ook wel interessant te kijken of er zich nog bestanden bevinden. Um, wat zullen we proberen: uh, TXT-bestanden, PHP-bestanden en HTML-bestanden. En dit alles wil ik ook outputten naar robouster initial.txt. En er is nog één ding wat ik altijd vergeet, en dat is om de modus op te geven. En dit is een dicht scan. En dit kan wel even duren, zeker ook omdat we nu elke, elk bestand wat zich in de wordlist bevindt. Uh, ook nog eens geprobeerd wordt met de extensie tekst, PHP en HTML. Dus elke regel uh, wordt nu vier keer geprobeerd in plaats van één keer. Um, maar we wachten even. Ik zie hier een uh, contact.txt. Even kijken of dat we daarbij kunnen. Volgens mij wel. En we hebben hier al in ieder geval iets meer. En laten we deze content ook zeker opslaan in potential usernames. Ik zie hier Waldo zelf nog niet tussen staan, denk ik. Nee. Maar we hebben wel een aantal e-mailadressen. Dat is goed. En verder kunnen we op dit moment, denk ik, niet zo heel veel. We hebben nog steeds geen potentieel wachtwoord gevonden. Want anders hadden we misschien SSH kunnen proberen of FTP. En ik hoop wel dat hij nu met iets terug gaat komen. Voor nu denk ik dat het goed is om even de video te pauzeren. Omdat deze scan um, een minuutje 15 kan duren. En het nou, misschien best wel saai is om daarop te wachten. Dus ik pauzeer heel eventjes de video. En dan, zodra de scan wat verder is, um, zien we elkaar weer terug. En welkom terug. Dat ging vrij snel. Um, voor jullie dan. Ik zit al een tijdje te wachten. We zien dat deze scan nog steeds draait. Dit is een grote wordlist. Um, en vandaar dat het ook een lange scan is. Ik denk als we wachten op het einde van deze scan. Dat we misschien wel een uur verder zijn. En zo lang wilde ik niet wachten. Um, ik weet dat um, het uiteindelijke antwoord, we zoeken, dat, dat naar voren komt met deze wordlist. Want dit is wat bij mij ook prima werkte. Ik heb ondertussen, om te laten zien um, wat we zoeken, heb ik ook een andere wordlist gebruikt. En dat is de Common uh, wordlist. Die is een stukje kleiner. Um, en na die gedraaid te hebben, zien we ook een credentials.txt bestand. En. Uh, dat bestand dat popt ook straks op uh, voordat deze scan ten einde is. Maar uh, omdat ik door wilde met het opnemen van deze video, uh, Besloten om even een andere wordlist te gebruiken uh, om het effect uh, na te spelen. Uh, laten we hier vooral mee verder gaan. Ik laat de bovenste scan gewoon draaien om te kijken wat daar straks uitkomt. Voor nu gaan we kijken naar uh, niet daarna, nou, want dat is wel erg uh, een erg raar bestand. Credentials. TXT. En ook dit is een uh, valide bestand. Um, en zo te zien ook een zeer interessant bestand. Omdat hier een aantal gebruikersnamen en wachtwoorden in staan. Dus ik heb hier potential usernames. Um, even kijken: potential Creds. Uh, En ook dit zijn potential usernames, wat mij betreft. Dus laat ik dit daar ook even bij plaatsen. Dat was iets te veel. Zo. Kunnen we dit opschonen? En we hebben een aantal uh, credentials die mogelijk interessant zijn, waaronder internal mail-account, een FTP-account en een WordPress-account. Dit doet vermoeden dat WordPress gebruikt wordt, maar nadat ik het een en ander. Nee, geen crackstation, ook al is die goed. Um, ook nadat ik een aantal directories had geprobeerd om uh, WordPress te testen, um, kwam ik erachter dat, nou dat volgens mij WordPress hier niet of nog niet op draait. Um, dus de meest logische vervolgstap was om te verbinden met ftp even kijken en voor ftp gaan we ftp user gebruiken met dit wachtwoord ftp 101010187 name is ftp user en password is het wachtwoord en dit werkt wel, dus het de credentials die we hebben gevonden voor FTP, dat zijn absoluut valide credentials. Dus uh, valid creds FTP. Oh. Zo. En als we dan kijken op de FTP-server, dan zie ik hier een tweetal bestanden staan: dump.sql en HTML.html.8.gz ofwel een Archiefbestand. Laten we de beide pakken. Dan .sql. En html.tar.gz. Of als het quit, Of gewoon ctrl-c. Wacht. Ik, uh, ik wilde hem te snel af afsluiten. Hij was nu aan het downloaden. Dus ik laat hem lekker even downloaden. Kan hij downloaden via de binary mode, wat uh, volgens mij prima werkt. Mocht dat niet werken, dan kunnen we zometeen de mode nog switchen. Um, klaar met downloaden. Um. En dit zijn de twee bestanden die we gedownload hebben. Um, ik had ze alleen graag op mijn desktop gehad, omdat dat mijn werkdirectory is. Dus Dan doen we dat zo eventjes als een laag een dampend SQL-bestand. Even kijken wat we daaruit kunnen halen. Uh, dit is in ieder geval de opbouw van een, uh, My, een MySQL of MariaDB-database in dit geval. Uh, dit kan mogelijk interessant zijn, dus die zetten we weer bij de notes erbij. Interesting. Is deze versie van MariaDB. De, de values die hier staan, dat lijken mij alle afbeeldingen en bijbehorende caption teksten die we op de website zagen. Dus dit is inderdaad de. de images tabel. ...van de website of itemstabel. Um, en voor mij staat hier niet heel veel boeiend meer tussen... ...dus laten we vooral verder kijken naar het oh, volgende bestand. En hierin staan een x-aantal directories en een aantal bestanden. Even kijken in index.php wat we hierin kunnen vinden... Dit lijkt erg veel op de index.php die we al gezien hadden tijdens het inspecteren van de broncode. Met als uitzondering dat hier weer een aantal credentials staan, mogelijk voor de Maria-database. Dus ook deze gaan we kopiëren: Potential creds. En dit is voor MySQL. Geen comments of andere dingen die mogelijk nog interessant zijn. robots.txt. Lijkt een beetje op de robots.txt die we gevonden hadden. Alleen deze robot.txt. Verwijs naar een andere directory, um, welke disallowed is. de contains personal stuff, so no one should see it. Ook een noot van Waldo, maar met een andere directory. Even volledig maken. En dat is Waldo's secret directory in Leadspeak. Um, daar kunnen we zo meteen absoluut even een kijkje nemen. Wat zien we hier nog meer? Dit ziet eruit als Waldos Secret Directory. Met het contextbestand dat we al gevonden hadden. En hetzelfde credentialsbestand. Bijna hetzelfde bestand. We hebben hier nog een bankaccount credential bij. Die hadden we nog niet. Nee, die hadden we inderdaad niet. Dus die gaan we daar ook bij zetten. Dan hebben we nog assets. Met CSS bestanden, JavaScript bestanden, webfonds. Dit lijkt mij wat minder belangrijke, een wat minder belangrijke folder. Dit is de folder met afbeeldingen zoals we die ook op de website zagen. En de laatste folder is de utility script. Wat overigens aan zich ook... Potentieel een interessante directory kan zijn. Omdat we deze nog niet gevonden hadden. En wat vinden we in Utility Scripts? Admin tasks. DB admin info en PHP test. PHP test. Just to see if PHP works. Prima. Info.php zal waarschijnlijk de PHP. Pagina tonen met actieve modules, et cetera, maar voor nu niet heel interessant. dbadmin.php, ik weet niet of dit dezelfde creds zijn die we zojuist ook al hadden. Nee. Dit zijn mogelijk ook interessante credentials voor de database. En een node die ons vertelt, finish implementing this of find a better open source alternative. En dan hebben we nog de admin tasks. Welke, wat eruit ziet alsof we hier een aantal system related tasks kunnen uitvoeren. Maar optie 4 tot met 7 are currently not working because they need root privileges. Dus de enige drie tasks die misschien uitgevoerd kunnen worden zijn: View commands, View system uptime, View logged in users en View crontap. Wat misschien interessant is, maar welke we waarschijnlijk niet kunnen gebruiken um, om een foothold te krijgen. Um, en ook niet voor privilege escalation. Het script. Waar naartoe verwezen wordt is admintask.sh. task.sh. Uh, and that's it. Deze hadden we doorlopen. En dan hebben we ineens een hele hoop extra informatie. Laten we eerst gaan kijken of we deze directory kunnen benaderen. Waldos Secret Directory. En dat lukt niet. Maar misschien de utility script wel. Of in ieder geval de files die daaronder aanwezig waren. Dit lukt niet. Welke files hadden we hierin zitten? Laten we eens gaan kijken naar de admin tasks. En we hebben hier inderdaad een werkende admin task met een aantal taken die we kunnen uitvoeren. Laten we eens even kijken naar de uptime van het systeem. Al wel 54 minuten. Nog 10 users. Het lijkt er niet op alsof er momenteel gebruikers ingelogd zijn. Er zit geen data die scheduled is middels crontab en deze opties kunnen we helaas niet gebruiken. Zoals ook al aangegeven stond in de comment. Um, dan hadden we nog DB admin. DB admin. Of ik doe het fout. Nee, deze resul resulteert niks. Info.php en PHP test. Dit is inderdaad de standaard PHP-pagina. Waarin we, als het handig was geweest, hadden kunnen kijken welke modules uh, actief waren. En zeker ook wat disabled is. En dan hebben we nog PHP-test. Just to see if PHP works. En ik kan het prima lezen, dus PHP werkt uh, goed. Uh, dat waren de vier scripts die we konden draaien. Uh, ik ben alleen nog wel benieuwd naar deze directory. Uh, Waldo's Secret Directory. Nu even kijken. We kunnen op deze directory misschien weer een GoBuster starten. En de GoBuster die nog loopt. Daar zien we um, de credentials-file nog niet in terug, maar hij is nog niet op een kwart. Um, maar laten we op deze directory in ieder geval ook een nieuwe GoBuster starten, om te kijken of dat daar misschien ook bestanden in zitten die we uh, nog nodig hebben. De Walders Secret Directory met als wordlist um, user, share, uh, wordlist, dearbuster. En ook hier wil ik weer de common list voor gebruiken, omdat die simpelweg een stukje sneller is. Um, met als extensies. TXT, PHP. HTML misschien nog. En ik wil alle output opslaan. Op mijn desktop. Onder GoBuster. Um, Waldo En iedereen had al gezien dat ik wederom hier de module vergat. De directory module. Um, laten we kijken of dat hier iets in gevonden wordt. En dan bij voorkeur iets wat we nog niet wisten. Dus niet de contacts en niet de credentials, want die wisten we al. We zullen zien dat ook uit deze gobuster scan niet heel veel resultaten komen. En dit was een van de punten dat ik uh, pas had op deze box, dat ik dacht van: oké, okay, wat kunnen we doen? Kunnen we um, de admin tasks uh, kunnen we die exploiten? Kan ik op een of andere manier een foothold krijgen? Uh, misschien dat ik de disabled tasks kan activeren. Um, en als ik ze kan activeren, worden ze uitgevoerd als root, en dan kan ik wellicht daar iets mee. Um, dus dit heeft me best wel wat tijd gekost. Um, tot uiteindelijk. Um, Um, dat ik een vrij domme zoekopdracht deed. Um, en dat is het zoeken um, naar het CMS systeem dat mogelijk nog gebruikt wordt. Um, toen niet wetende dat we een ander systeem terug zouden krijgen. Maar ik zocht op Admirer Open Source. En toen ik zocht op Admirer Open Source was eigenlijk het eerste wat in beeld kwam. Was een data management tool, Adminer. Um, en dat is deze. Replace phpMyAdmin with Adminer. And you will get a tidier user interface. Better support for MySQL features. And higher performance and more security. Dat klinkt hartstikke uh, goed. En aangezien dat we ook al een aantal keer um, database credentials voorbij hebben zien komen. Dacht ik dat, uh, dat dit wel eens um, iets zou kunnen zijn. De vraag was alleen hoe kom ik dan op de uh, database beheerpagina van Adminer. Um, nee, even kijken. Wat ik um, dacht, was dat onder de utility scripts wellicht ook een adminer.php-bestand zou kunnen staan. En dat was ook zo. Want wanneer we hier naartoe gaan, zul je zien dat we inderdaad op een adminer-php-beheerpagina uh, uh, uitkomen. En dus dit was eigenlijk best wel puur luck dat ik dit vond. Want ik weet niet of dat ik hier anders, uh, um, zonder dat geluk, of dat ik hier anders uitgekomen was. In ieder geval, de naam van deze box was wel een hele grote hint tot het vinden van deze clue. Nou, dan nou kunnen we hier uh, gaan proberen te verbinden met een database. Maar um, laten we dat zeker doen. Um, we hebben een aantal credential combinaties waarvan wij denken dat die mogelijk kunnen werken. Dat is onder andere username waldo met dit wachtwoord of username waldo met dit wachtwoord. De database dat weten we wel. Dat is MyraDB. en we weten dat die connect met localhost. Dan nou, hoeven we dat niet te weten voor deze connectie. Toch wel localhost. We kiezen als het systeem mysql omdat we met een MariaDB werken wat gewoon een uh, afgeleide is van mysql. Username is Waldo. En het wachtwoord is deze. En de database is deze database. Dat doet hij niet, maar wellicht hebben we meer geluk met dit wachtwoord. En dat doet hij ook niet. En we kunnen proberen met een x aantal andere wachtwoorden die we verzameld hebben om in te loggen. Um, en alle uh, inlogpogingen falen op dit systeem. Wat we wel weten, is dat we uh, werken met deze versie van Adminer. Um, nu is het lichtelijk verwarrend, omdat we hier twee versies zien staan. Wat ze feitelijk bedoelen, um, met wat hier staat, is dat dit de versie is waarmee we werken. En dit de versie is waar we naartoe kunnen upgraden. En die we dus ook kunnen downloaden. Um, dat gaan we niet doen. Laten we wel gaan zoeken op deze versie: Het Miner leaks passwords. Het Miner file disclosure vulnerability. Serious vulnerability discovered. Dus we vinden hier absoluut een aantal zaken uh, die niet zo secure zijn in het Miner. als dat ze zelf beloofden uh, in de tekst. Um, laten we gewoon eens eventjes bij de bovenste gaan kijken. Popular administrator MySQL Postgres. Exploitation happens in three stages. First, the attacker needs a modified MySQL server, which is altered to send out data import requests to any client that connects. Second, the attacker needs to find an open admin.php on the victim system. That is not hard, as many people install it in the root of the site. Once found, the attacker can instruct Adminer to connect to his rigged MySQL server. External connections are actually a feature of Adminer. Wat zien we hier? We zien hier eigenlijk dat um, ze zeggen dat je, de, mocht je Adminer willen aanvallen, dan zet je een eigen uh, MySQL database op. Uh, vervolgens verbind je de Adminer tooling met je eigen database. Adminer will connect to the foreign server, login with credentials, and immediately receive a data import request from the server from a specific file. Here is an example session where Adminer sends the content of a local.xml, where Magento stores its secret database password, to the attacker-controlled server. En dit is een uh, Wireshark dump waarin we inderdaad zien dat er een aanvraag wordt gestuurd. Um, en dat inderdaad uh, de content van deze file wordt overgestuurd. En dan de third stage. As the attacker now has the master password of the victim site, he can use uh, the adminer to access the database of the victim. The same adminer to access the database of the victim. Uh, dus wat ze inderdaad zeggen is. Um, Open je eigen MySQL uh, of start je eigen MySQL service, uh, bouw een database, connect met de remote, het miner tool, naar je eigen database server. En tenslotte, uh, zorg ervoor dat de data die jij wilt hebben, dat die wordt overgepompt. Kijk wat we hier nog iets interessants vinden. Dit is een post, uh, dit is dezelfde post die we net gelezen hebben. En dit is in ieder geval het script dat gebruikt wordt voor OpenVAS... ...om deze vulnerability te herkennen. Dus wat gaan we doen? We gaan um, onze eigen MySQL database starten. We gaan een database aanmaken. Dat is een lege database waarin we uh, de data laten dumpen die we nodig hebben. Um, we moeten er wel voor zorgen dat wanneer we MySQL starten... ...dat we het bind adres aanpassen... Um, zodat we ook extern verbonden kan worden met MySQL. En als dat gedaan is, dan gaan we connectie maken middels de Adminer tool. Dus wat we gaan doen, we gaan de MySQL service starten. Um, sudo service MySQL start. Dan met de spatie. En we zijn ingelogd um, op mijn eigen SQL-server, waar ik een database ga aanmaken. Dat is uh, create database um, atminerdump. Die is aangemaakt. Die gaan we gebruiken damp. En voor deze database ga ik een gebruiker aanmaken en een tabel create table Um, Damp. En die krijgt als content. Um, is het een. Wat? Ja. Oh, create table dump content wat? Ja. Dat is de tabel die gemaakt is. Dan gaan we ook nog een user aanmaken. En domein. Maakt even niet uit. En die is identified. Um, Bij. Test user. En dan willen we ook nog alle privileges aan deze gebruiker toevoegen. Grant al privileges op deze database op adminerdump.whatever to test user. Dat ziet er ook goed uit. En om de privileges door te voeren: uh, privileges. Plus we de privileges. Kunnen we deze stoppen? Dan gaan we ook de service even rebooten: service stop. Maar SQL. sudo service mysql stop en start. En dat was het voor deze kant. We hebben een database, we hebben een tabel, we hebben een gebruiker, dus we moeten kunnen inloggen. Wat we nog niet mogen vergeten is om het uh, bindadres aan te passen zodat we ook kunnen connecten. Um, pseudo Sublime en dat zit in et cetera. Um, MySQL MariaDB conf en dat is dat, ben ik altijd even kwijt. Dat is de 50 server.cnf. Dacht ik. Er zit zeker content in, alleen Sublime wil dat niet lekker doen. Dat. Nee, dat Sublime, dat werkt prima. Pseudonano. Ook prima. We luisteren naar de port 3306. En als bind IP-adres staat er ons local IP-adres. Maar we willen nu dat hij luistert op alle IP-adressen. En dus zetten we hem op 0.0.0.0. Nu we dat gedaan hebben, kunnen we, um, kunnen we gaan connecten via de Adminer pagina. Wij zijn zelf 10.10.14.4. We hebben een MySQL systeem, dus dat is goed. Uh, localhost is alleen geen localhost, dat is 10.10.14.4. Met als gebruiker testuser. Pakwoord ook. En de database was damp. Dat vindt hij nog niet leuk. 10, 10 14, 4, MySQL, 14, Testuser. Dat hadden we gedaan toch? Testuser. Wat hij gezegd? Het Die is gemaakt. Table dump. Testuser. Het mine dump. Test user. Ja, Dit zou voldoende moeten zijn volgens mij het miner dump test user test user hmm. Connection refused Wat ik vergeten ben is om na het aanpassen van het bindadres heb ik ik heb MySQL gereboot voordat ik eh, het bindadres aanpaste. Eh, dus dat moeten we nog een keer doen. Stop MySQL. En start. Zodat ook de aanpassing in het bindadres wordt doorgevoerd. En met een beetje muisel kunnen we nu wel verbinden met onszelf. En dat doet hij hartstikke goed. We zijn verbonden met onszelf. We hebben inderdaad een dump table erin zitten. Uh, met een vachtjar van 5000. Waar we gewoon een heleboel content in kwijt kunnen. Uh, we kunnen SQL commands uitvoeren vanuit hier, importeren, exporteren. Tabellen aanmaken. Kortom, we hebben databasebeheer. Um, even kijken. We hebben informatie schema en die admin dump database. Um. En nu moeten we, even kijken, dat we hier nog iets zien. Ja, dat is gewoon de test-user. En nu wordt het tijd om uh, data um, over te brengen van, uh, van de remote database naar onze eigen database. En dat kunnen we doen door het gebruik van SQL commands. Waarbij we dus een request gaan doen om content van een local file te includen en te dumpen in onze database. Dus daarvoor gebruiken we data local in file. En dat is in de file... Um, en dit, uh, dit uitzoeken was ook nog even wat werk, maar het is gewoon de standaard web directory. Dat is in var www.html. En dan wil ik gewoon de content van index.php gaan zien. En die data wil ik laden in mijn nieuwe uh, tabel. En dat is in de table dump die we gemaakt hadden. Waarbij we ook nog zetten dat fields terminated zijn. By. Een enter. Zodat we geen hele lange lab met tekens krijgen. Maar zodat we gewoon een mooi leesbaar bestand krijgen. En dat zou voldoende moeten zijn. Execute. Local bestand. Als het goed is, is de content ervan nu geplaatst in de dump table. Uh, eens gaan kijken in de table zelf. Nu ben ik benieuwd of we hier ook nog content in kunnen zien. En deze content in de tabel is index.php. En dit is de content van de actieve index.php. We hadden deze content gehaald uit de backup die we van je FTP verkregen hadden. Um, deze content hier uh, komt uit index.php zoals die uh, gepubliceerd staat op de site. En als ik die ga vergelijken met mijn uh, info die ik had, dan heb ik username Waldo met oud is dit wachtwoord en nieuw is dit wachtwoord. Wellicht dat nu we deze info verkregen hebben, dat we wel kunnen connecten met die Adminer database. Dus wat ik ga doen, ik ga uitloggen. En vervolgens ga ik proberen in te loggen met de nieuwe informatie. Waldo met dit wachtwoord. Waldo, dat wachtwoord. En de database is db. Database. En ook met deze info um, kan ik waarschijnlijk wel inloggen als ik localhost goed had gezet. Het lukt mij niet netjes om te selecteren. Kom zo. Want ik wil nu me verbinden met mijn localhost en niet meer met een remote systeem. En dat lukt wel om in te loggen. Nu zitten we in de database van de Admirer website. En laten we eens gaan kijken wat we hierin kunnen vinden. We hebben een itemstable. En in de itemstable hebben we een x-aantal data staan. Maar helaas voor ons is de data die we zien staan. Um, ook alle data die we al uit het backup bestand gehaald hadden. Um, dus op dit moment biedt uh, toegang tot de actieve database van de Admirer weinig toegevoegde waarde. En dit was ook een van die punten dat ik, um, dat ik een tijdje aan het zoeken ben geweest: van oké, okay, ik heb iets van uh, credentials, um, maar wat kan ik hier verder mee? Ik heb eindelijk toegang tot de database, maar dan. Um, en wat blijkt um, op het moment dat we deze credentials uh, gaan proberen op wat andere diensten? Um, FTP, daar konden we al bij, uh, SSH hadden we nog niet geprobeerd, um, maar SSH uh, werkt wel in deze. Dus we kunnen met de credentials die we hebben gekregen. Kunnen we inloggen um, op de SSH-dienst en onszelf aanmelden als user? Um, dus wat we dan gaan doen, is SSH als Waldo, want Waldo is de gebruiker die we continu zien terugkomen. En wat ook de uh, uh, SQL-gebruiker is. En het wachtwoord van Waldo is het wachtwoord wat we net verkregen hebben. En dat is dit database-wachtwoord. En op dit moment zijn we eindelijk binnen als gebruiker. Hebben we een foothold en kunnen we de eerste userplek gaan halen. En die bevindt zich in de home directory van Waldo. In het user.txt-bestand. Dan is het tijd om te gaan kijken wat we dan kunnen doen, want tenslotte willen we een keer admin worden en ook die laatste flag pakken. Um, een van de dingen die goed zijn om als eerste te proberen um, is uh, de sudo l, uh, zeker wanneer je credentials hebt om uh, sudo l uit te voeren. En ik ben nu spontaan mijn eigen wachtwoord aan het invoeren, maar ik moet die van Waldo hebben. En met sudo wel kunnen we zien welke rechten de huidige gebruiker heeft. En we zien dat Waldo mag de volgende commando's draaien en heeft alle rechten op het volgende script. Dus Waldo kan het volgende script feitelijk als root uitvoeren. Laten we eens gaan kijken naar het script. Op het script staan hier misschien nog meer scripts in. Ook nog een backup.py. Maar we hadden alle rechten op de admin tasks. Wat doet admin tasks? En dit script is het script dat verbonden is aan de admin tasks webinterface om een aantal acties uit te voeren. Um, op het achterliggende systeem waarvan we zagen dat 4, 5, 6 en 7 nog geblokkeerd waren. En als we helemaal naar boven scrollen, backup password functie. En dit is één groot shell-script voor het uitvoeren van al die taken: backup van het shadows bestand. En hier zien we dat ook backup.py wordt aangeroepen voor het uitvoeren van de webbackup. Wat feitelijk betekent dat wanneer we dit script als root draaien, dat ook backup.py wordt uitgevoerd als root. Dus als we dat weten, is het misschien verstandig om te kijken wat er in backup.py staat. En dat is een kleine script, dat is een Python script. From siutil import make archive. Met de volgende source, dat is de website. Oude ftp directory. En de nieuwe ftp directory. En wat dit feitelijk doet, is een kopie maken van de website. Interessant in deze is dat hier een functie wordt gebruikt, dat is de shutil functie. En ook die functie wordt uitgevoerd als root user. Nu zouden we um, onze eigen functie kunnen schrijven voor util En uh, binnen die functie uh, een mallefide actie plaatsen die dan ook als root wordt uitgevoerd. En op die manier uh, kunnen we onze privileges escaleren naar root. En dat wil, ik, dat wil ik eigenlijk graag gaan doen in dit laatste stukje. Dus wat we moeten doen, kunnen we hier bestanden in aanmaken? Touch, hoe gaan we hem noemen? S.A.U.T.Jarno. Punt. Niks, denk ik. Of zullen we hem. Ik vind uh, Jarno, vind ik prima. Um, die kunnen we hier niet aanmaken. Dus dat gaan we in de temp directory doen. Daar kunnen we wel aanmaken. Hebben we nano? Die hebben we ook. En ik zou eigenlijk wel willen weten hoe de originele shiutil eruit ziet. Laten we eens zoeken naar uh, locate shutil.py. zei locate is niet gevonden. Find find in de root alles met name shutil.py. zei um, prima. Find. Volgens mij was dit wel name. En ook find wordt niet herkend. Um. Maakt niet uit. SHUtil. Wat we hierin kunnen doen... Um. Import OS, want we willen een operating system command gaan uitvoeren. En het commando dat we uit willen gaan voeren is een NetCat-commando. Weet ik overigens niet of NetCat ook aanwezig is. Um, Locate wat verstandig is denk ik om ook even netcat te gaan uploaden, zodat we netcat kunnen aanroepen in het script. Nou, we waren met het script bezig. Laten we ervan uitgaan dat netcat zich ook in de temp directory bevindt. Um, OS netcat naar 10.10.14.4 was het op poort 888. En dan willen we uit gaan voeren. Bin bash. En that's it wat we willen. Netcat 10.14.4.8.8. Execute bin bash. Dat klopt. Dan ga ik vanaf mijn desktop ook nog even een webserver starten. Python. 80, 80. En wat we dan over willen halen is Netcat. Maar ik heb hier geen Netcat op mijn desktop staan zie ik. Netcat.exe heb ik wel. Maar geen netcat Linux binary. Oké, okay, netcat. Ik ga er eigenlijk een beetje vanuit dat hij in mijn bin directory zit. netcat. Dat doet hij goed. netcat min e. Lijkt erop alsof dat ook werkt. Even kijken of ik hem hier ook zie. Program to execute F to connect. Dit is de juiste NetCat die ik um, ook wil gaan gebruiken op mijn uh, attacking machine. Want niet elke NetCat heeft de functie om een commando uit te voeren nadat de connectie is gemaakt. Daarvoor hebben we de dash 1 nodig en dat heeft deze. Um, copy. NetCat. sudo copy netcat to home yano desktop en als het goed is hebben we hier ook netcat staan nu en dan gaan we hem nog een keer overbrengen wat nu wel prima werkt we kunnen we hem ook uitvoeren op de remote machine dus we kunnen hem gebruiken Ik ben aan het twijfelen of ik in mijn SHUTL-script toch niet het pad naar Netcat moet plaatsen voor de zekerheid. Slash temp. Slash Netcat. En nu we dat gedaan hebben, kunnen we een listener starten. Um, clear. Op poort 888. En laten we eens kijken of dit testscriptje werkt. Dat doet hij niet, want ik krijg geen verbinding terug op mijn IP-adres. Uh, syntax error near unexpected token. Was system. Die eindig ik daar. tempnetcat 102448888 10, min e bin bash Wellicht, als ik het probeer zonder... Import command not found. Dit is een Python script, lieve mensen. Dat scheelt een stuk. Hoe am I, Waldo? En dit werkt prima. Alleen we willen nu nog graag geroerd worden. Dus ik heb een shutil script gemaakt. Dat werkt. Netcat staat erop. Listener is gestart. Dus wat ik nu ga uitvoeren, is uh, nogmaals het admin tasks uh, bestand. Admin tasks roept het backup bestand aan en het backup bestand zoekt naar de shutil um, library. En ik ga hem vertellen in mijn commando dat de shutil library, dat dat mijn eigen shutil Jarno bestand is. En dat doen we, uh, doen we dat met sudo. Dat doen we met het python path variabelen. En we zeggen, Python pad is temp temp.shuutil.jarno. Vervolgens ga ik uitvoeren opt-script admin tasks. En als alles goed gaat, wordt nu mijn, uh, mijn module uitgevoerd als admin. En dan krijg ik een admin reverse shell. Even kijken, ik wil um, iets gaan backuppen. Backup de webdata. Dat is het script waarmee dat de Python-bestand wordt aangeroepen. En hij zegt insufficient privileges to perform the selected operation. Maar we mogen dit uitvoeren als root. Dus we doen dit als sudo. We proberen het nog een keer. En hij draait het script in de achtergrond. This might take wel. Maar dit mag ook niet te lang duren. Anders is er toch echt iets anders mis. En ik vind dit te lang duren. Wat betekent dat ons script nog niet werkt? Reden daarvoor is waarschijnlijk dat um, shutil een uh, bepaalde opbouw heeft en een aantal variabelen accepteert die ik niet heb verwerkt in mijn script. Um, import os en ik roep het commando aan. Uh, maar ik zal hier ook nog wel een functie in moeten definiëren. Um, en om die functie te weten, ga ik even terugkijken naar het originele bestand. nano, dat zat in opt, script, backup.py. En de functie die aangeroepen wordt, dat is makearchive. Met drie variabelen. Destination, deze tar en source die meegestuurd worden. En die zal ik ook moeten verwerken in mijn eigen script. Dus wat ik dan ga doen, is. define, make, archive. En de drie variabelen a, b en c. En vervolgens voer ik mijn eigen commando uit. Nu we de module erbij gemaakt hebben, proberen we nogmaals om het script uit te voeren. En het vermoeden wat ik heb is dat ik geef het pad op naar SIUTL Jarno. Maar hij zoekt natuurlijk de SHU-Tail module. Dus even kijken wanneer ik mijn bestand hernoem naar SHU-Tail. En het vervolgens nog een keer probeer. Dan heeft dat nog steeds geen effect. Interessant. Nee, ik wil hem niet opslaan. Nano wil ik niet hebben, maar ik wil wel graag even LS. From SIUtel import to make archive. Source, pak dwe.html, maakt niet zo heel veel uit. En Make Archive met drie variabelen: oké, okay. um, nano shutil, SI import os, define make archive abc. En we hadden al gecontroleerd dit werkt. Define make Art. Hmm. Ik kan me niet voorstellen dat daar een pie-extensie achter moet. Ah wacht. Had ik dit net aangepast. En dat vindt hij nog steeds niet leuk. Ik vraag me af waarom niet. En ik zie hier iets simpels over het hoofd. Ik weet alleen niet zo goed wat. sudo python path is slash temp. temp sh. Dit is wat er fout gaat, denk ik. Ik specificeer het pad naar een directory waar gezocht moet worden naar modules en scripts. Maar wat ik deed, is het directe pad naar mijn custom SHUTIL-module specificeren. En dat is niet de bedoeling. Een pad hoort een directory te zijn. En in dit geval is dat de temp-directory. Dus wanneer ik het nog een keer ga uitvoeren, dan hoop ik. Dat dat werkt, nog steeds niet. Maar wellicht ook omdat het gespecificeerd moet worden als een Python-script. En het lijkt erop dat dat inderdaad zo was. Dus er wordt gezocht naar Python-extensies in het pad. En het pad moeten we juist opgeven. En als het goed is, zijn we root. Wat betekent dat we nu. Vanuit de root directory de content kunnen vinden voor de root.txt flag. Zoals ik al zei, dit was een uh, redelijk lastige machine. Uh, omdat ik op een aantal punten uh, toch wel een tijdje aan het prullen ben geweest. Hij wordt aangeduid als een relatief makkelijke machine. Um, wat krijgt hij? Ook alweer een easy difficulty. Ik vond hem iets moeilijker dan een easy box. Maar dat kan ook heel goed aan mezelf hebben gelegen. Um, dit was in ieder geval Admirer Zoals ik hem uh, mezelf kon herinneren Zoals ik hem toen de tijd gespeeld heb Dankjewel voor het kijken Dankjewel voor de aandacht die je tot nu toe hebt vast kunnen houden Als je tot het einde van de video gekomen bent En vooralsnog um, Tot de volgende keer natuurlijk Zoals we in Brabant zeggen um, Houdoe